Hi, hi, hier zit Anna, praktisch spiritueel healer teacher, met weer een tip hoe jij je frequentie kunt verhogen, je bewustzijn kunt vergroten en je energie kunt beklijven. Vandaag de tip van de wet van oorzaak en een gevolg, oftewel actief reactief leven. De meeste mensen van ons die onbewust zijn, leven reactief. Dat betekent dat ze laten bepalen dat wat de buitenwereld doet en daar constant op reageren. Bewust worden is, als je het hebt over de wet van oorzaak en gevolg, is dat je oorzaak gaat worden in plaats van gevolg. Dus reactief leven is reageren op de gevolgen van wat er gebeurt in de buitenwereld. Wanneer je reactief leeft en leeft volgens naar de gevolgen, dan ben je altijd bezig met te reageren op wat er in de buitenwereld gebeurt. Dat betekent dat jij je energieniveau, je humeur, je emoties, je gevoelens laat afhangen van wat andere mensen doen, wat de wereld doet, wat de maatschappij doet, wat je buren doet, wat je partner doet, wat je kind doet. En daar ben jij dan van afhankelijk. Bewust je spiritualiteit ontwikkelen betekent bewustwording vergroten. En dat betekent bewust worden dat je overschakelt van naar gevolgleven naar oorzaakleven. Wees de veroorzaker van positiviteit in de wereld. Wees de veroorzaker van, als we het maar even spiriwiri noemen, licht en liefde en goede dingen in het leven. Je kent het vast wel. Je stapt 's ochtends uit bed. Je stoot je teen. Je struikelt over de kat. Je kat heeft aan de gordijnen gehangen. De pindakaas is op. Je partner heeft net de laatste pindakaas opgegeten. En blablabla. En zo gaat het maar de hele dag door. En je bent heel de dag aan het reageren. Je bent heel de dag bezig met de gevolgen. Dus waar ik je wil uitnodigen vandaag, is kijk eens of je op dit moment dat je dit filmpje ziet een reboot kunt hebben, een restart kunt maken. Dat je denkt dat je bewust bent en denkt: oké, vandaag ga ik de oorzaak zijn van. Nou, en dan vul je het in. Hopelijk positief. Dat ik iemand een compliment maak. Dat iemand blij is als die me ziet. Dat iemand lacht. Dat iemand een geluksmomentje ervaart. Wanneer je dat gaat doen en je hoeft daar niet per se te wachten tot morgenochtend, totdat je weer een nacht geslapen hebt en je weer opstaat. Elk moment kun jij veranderen van gevolg volgen naar ik ben de veroorzaker. Ik ben de oorzaak dat het elke dag een beetje beter gaat in de wereld. Denk maar aan de hele mooie quote van Emile Coué: every day and in every way my life gets better and better. Elke dag en op elke manier ben ik bewust de veroorzaker van steeds meer goeds in het leven. Ik hoop dat je hier iets mee kunt. En mocht je meer willen weten, schrijf je in op via de link. En dan krijg je wekelijks in je mailbox weer een filmpje. Iets anders dan dit. Met weer een tip hoe jij je energie kunt bestendigen of beklijven. Vind ik altijd zo'n mooi woord, beklijven. Je frequentie kunt verhogen en je bewustzijn kunt uitbreiden. Ik zou zeggen, zorg heel goed voor jezelf. En wij zien elkaar een volgende keer. Doei doei!